In verband met de Dag van de Verpleegkundigen op 12 mei, jongstleden, heeft de onderneming Rudisa International NV donaties gedaan aan deze doelgroep. De donatie betreft onder meer 10 wasmachines, 3 smart televisies en 1 splinternieuwe auto van het merk Picanto. Deze middelen zijn op donderdag 2 juli verloot onder de verpleegkundigen en verzorgenden in Suriname. De goederen zijn verloot onder toezicht van de Nationale Loterij Suriname. Verpleegkundigen vormen een belangrijk onderdeel binnen de gezondheidszorg. Deze waardering verdienen zij zonder meer. Ik mag u zeggen, ik ben er heel blij mee. Verschillende verpleegkundigen doen met hart en ziel hun werk. En vooral in deze tijd met alle gevaren. U hoort ook, politici raken besmet, topspecialisten raken besmet. Het is een wereldpandemie. De verpleging gaat vol goede moed voort. En het was echt gepast toen ik spontaan van de firma Rudisa deze gesten kreeg. En ik dacht van, wat een mooie gift voor them. Zeker voor wat betreft dag der verpleging, maar ook voor wat betreft de COVID-19 pandemie die heerst in de hele wereld. En waaraan Suriname ook niet voorbij gaat. Een heel fantastische geste. Ik feliciteer de winnaars. Er zijn verschillende winnaars. U hebt gezien, het is allemaal heel vlot en eerlijk gegaan. Ik dank bij deze ook de Korps Politie Suriname die als getuige erbij was. Ik bedank ook de Nationale Loterij Suriname die geheel vrijblijvend hun medewerking heeft verleend. En ik dank ook de eigenaar van Utopia die hier helemaal kosteloos beschikbaar heeft gesteld. Eigenlijk wilden we dit volproppen met verpleegkundigen om de spanning erin te houden. But that's life. De wereld beslist anders. De pandemie, daar kunnen wij niet aan voorbij gaan. Dus we hebben de gezondheidsregels in acht moeten nemen. En we hebben ons beperkt tot de verpleegdirecteuren die we hebben uitgenodigd van de verschillende instellingen die hier aanwezig was. Nogmaals proficiat aan alle 24 winnaars. Hoe vond de loting plaats? De loting die vond plaats via Loterij Suriname. Maar ik denk dat de president van de verpleegkundige u daarover de technische gegevens kan geven, hoe ze dat allemaal in elkaar hebben gezet. Welke prijzen zijn vandaag, hebben de verpleegkundigen mogen winnen vandaag? Dus er was een eerste prijs. En dat was deze Picanto Kia, splinternieuw. De tweede prijs bestond uit 3 delen, 3 smartphones. Daar waren er 3 winnaars. En de derde prijs bestond uit 20 wasmachines. Daar waren er dus 20 wasmachines. Totaal 24 prijzen. Moeten deze prijzen het moraal onder de verpleegkundigen gaan opkrikken? Nou, ik denk dat ze er heel zeker blij mee zijn. Ze verdienen dit helemaal. En ik denk dat het hun moraal en hun enthousiasme zeker zal blijven behouden. Want ze zijn allemaal enthousiast. Deze geste die gedaan is door Rudisa om de verpleegkundige een riem onder het hart te steken? Deze geste zijn er heel blij mee en heel trots op Rudisa dat ze als firma deze geste hebben gedaan om zo in feite het moraal van de verplegende en verzorgende op te boosten. Verder is het een blijk van waardering van dus deze organisatie voor wat verplegende en verzorgende doen. U moet weten dat deze geste gedaan is in het kader van 12 mei, de Internationale Dag der Verpleging. En ook mede dankzij dus dat het jaar 2020 is uitgeroepen door de WHO tot Year of Nurse and Midwife. Hoe zijn de verpleegkundigen geselecteerd?
Het is namelijk zo dat alle verplegenden en verzorgenden geregistreerd staan bij het ministerie van Volksgezondheid. Nadat je je diploma behaald hebt, komt er op je diploma een diploma-nummer. En je hebt ook een insignenummer. En het ministerie van Volksgezondheid, met name de inspectie verplegen en verzorgende beroepen, zij houden alle gegevens, alle statistieken bij. En zij hebben dus, nadat dus Rudisa deze geste gedaan heeft, heeft de minister van Volksgezondheid deze overhandigd aan de vereniging. En de vereniging heeft toen dus beslist om een sociale loterij op te zetten. Dus waarbij er geen loten verkocht zijn worden, maar ieder die geregistreerd staat bij het ministerie, dat ze automatisch meedingen in die loterij. Wordt het een jaarlijks terugkerend evenement? Als het een jaarlijks terugkerend evenement wordt, een mooie vraag. Indien andere firma's navolging hier aangeven, dat zullen we dat wel doen, ja. Dus hierbij roep ik de andere firma's op om het goede dat Rudisa Groep gedaan heeft, ja, te volgen.